Net alsof hij op mijn hand staat, hè? Dit is een hologrammachine. Het lijkt net alsof die hamburger daar uit de tv komt. Dat is echt absurd. Hier droomden ze vroeger echt van. Wat tegenwoordig echt met tv's kunnen, ja, dat slaat bijna nergens op. Wat nu vooral heel populair is, is 3D-tv. 3D-tv betekent dat je op zo'n scherm met een goede bril op kunt zien als de dingen uit de televisie komen. En dat wordt opgenomen met zo'n apparaat. Een 3D-camera. Nou, daar zijn we nu een item over aan het maken. Maar wat ik zojuist al zei, vroeger droomden ze echt alleen maar van dit soort dingen. Toen had je zelfs nog de eerste film, dat was een stomme film. Dat betekende dat je alleen het plaatje zag en je hoorde helemaal niks. Er was geen geluid bij, konden ze er gewoon nog niet bij maken. Nou, dat vonden ze toen al fantastisch. Een van de helden toen was Charlie Chaplin. Die was zo goed in zijn mimiek, dus ja, met zijn gezicht een soort van praten zonder je stem te gebruiken en zijn lichaam te gebruiken, dat iedereen echt hem fantastisch vond. Hij was vooral heel grappig. We hebben trouwens ooit een item gemaakt over Charlie Chaplin. Weet je wat? Die gaan jullie kijken voor Overblijf TV. En ik ga zo meteen lekker een computerspelletje spelen. 3D lijkt het net alsof ik erin zit. Later!